Giro is voor mij een plaats waar ik me kan uitleven, waar ik mezelf kan zijn met vrienden en vriendinnen. Het leukste aan de Giro vind ik dat je gewoon samen kan zijn met iedereen die hetzelfde denkt als jou. Veel worden en toffe spelletjes doen. Dat is leuk en je kan met allemaal nieuwe vrienden maken en je kan samen zijn met allemaal. En je kan nieuwe vrienden leren kennen en zo, ja. Dat is... Giro voor mij is je uitleven. Grenzen kennen, ontdekken, voorbij je grens gaan op een aangename en veilige manier. Ik vind het gewoon leuk dat we ons kunnen uitleven, ja, en dat we hier kunnen doen wat we willen. En dat er zeg maar geen regels zijn, dat je een beetje mag ravotten. Spelen, vuil worden en heel toffe dingen doen. Vuil worden. Hero for me is about having a great time with your friends, breaking rules. Getting away from the rest of society, I guess. Just like being different. Ik heb heel veel vrienden hier. Het is een hele toffe leiding. En de activiteiten zijn ook heel leuk. Alles. dat je samen bent met andere mensen en dat je speelt. Giro, voor mij is vooral jezelf kunnen zijn. In de Giro, ja, je bent wie dat je bent, ongeacht wie dat je bent. Je kunt jezelf ontplooien, je kunt jezelf beter leren kennen. Je bent met maten, je kunt fouten maken, je mag fouten maken. Het is altijd leuk dat de leiding zo, ook al hebben ze een slechte dag, die zijn niet humeurig of zo. Die zijn echt altijd content en dat is leuk aan de Giro. Dat je toffe iets aan je zondag hebt eigenlijk. Ja, dat is iedere zondag opnieuw een beleving. En dat is iets dat denk ik ook al, als je daar ooit mee stopt, dat blijft verder gaan. Dat blijft iets in je hebben. Kamp en dode vis. Een groot stuk van mijn jeugd eigenlijk en de mooiste jaren dat ik eigenlijk gekend heb en al de kampen en de activiteiten en de vriendschappen die je eraan overhoudt, dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij geweest, altijd. Vriendschap voor het leven. Ja, dat betekent voor mij eigenlijk vriendschap. Ik vind dat tof om zo met vrienden iedere zondag samen te komen. En met dat ik nu leiding ben, is het tof om de vriendschap door te geven en te zien dat de gastjes ook vriendschap onder elkaar creëren. En de Giro is ook delen. Nu dat ik in de leiding zit, kunnen we ook nog meer zelf ook, eigenlijk beslissen wat we met de Giro doen, welke activiteiten dat we ook voor onze leden doen. En eigenlijk zorgen dat zij ook een hele leuke tijd hebben. Dus ja, dat vind ik wel fantastisch. Je hebt zo altijd die kleine momentjes die zo altijd dan samen echt maken, waardoor je zo graag naar de Giro gaat. Zo'n kindje dat je knuffel komt geven en zegt dat je haar favoriete leiding bent. Of als je aan de leidingstafel dat gewoon plat ligt van het lachen om iets superdoms. Scouts is more based on like things like you can use. It's about surviving in the outdoors and learning about things in your community, you know. Things you can do to help people and Hero is, I think, is more about like fun and like, you know, being together and just chilling out, stuff like that. Je verantwoordelijk gedragen en toch leuk te maken en weg zijn van de controle van de ouders. Wij zijn een kleine Hero en iedereen kent elkaar ongeveer en dat vind ik vrij geestig. Als gastje leer je heel veel waarden bij. En als leiding leer je samenwerken in een groep, leer je met andere mensen omgaan, leer je verantwoordelijkheden opnemen. Ja, even niet denken aan school en zo. Kamp is voor mij een van de hoogtepunten. En dan alle grotere activiteiten die we organiseren, dat vind ik altijd tof om mee bezig te zijn. Giro is eigenlijk omringd zijn door liefde en vriendschap. Dus eigenlijk door alleen maar mensen die je hebt en veel plezier maken. Dus eigenlijk een soort tweede thuis.